We gaan naar SeaWorld. Gaat u nou serieus achterin zitten? Ja, maar ik ga niet rijden hoor. Ik ga niet rijden. Christian, rij je zeker? Hey, wat leuk! Hey, ik vind het leuk! Ga muziek. Oh, we hebben geen zin om te rijden. Hoi! We hebben geen zin om te rijden. Ik heb een nieuwe Christian naast me zitten, wat leuk! Hij is bij jou oud geworden. Oh, hey. Een beetje, hè? Eindelijk muziek. Carina, jij hebt vergunning, dus jij mag rijden. Nee, dat durf ik niet. Dan komen we niet heel aan. Dus papa, alsjeblieft, wilt u wel gaan rijden? Christian wil het wel. Nee. Nee, dan komen we helemaal niet heel aan. Ik kan er niet uit, dat gaat erover. Ja, daar heb ik ook wel last van. Ja, daar bent u te oud voor, hè? Lachwekkend dit. Maar we gaan dus naar SeaWorld. Joepie! We gaan naar SeaWorld. Joepie! Hey, Christian is weer terug. Nou, doei. Preferred parking betekent dat we bij de ingang staan gelijk. Ja! Preferred parking? Oh ja, preferred parking. Dus. Nou, doei. Flamingo's, hè? Ja, ik ga denk toch vragen waarom die niet gekleurd is. Dankbaar. Oh, that's nice.
Heel warm. Je hebt ook heel erg een van die parasols van je. Nee, ook niet. Niet zomaar dan, hè? Ja. Volgens mij foto's van Maart ook. Welcome aboard the SeaWorld Sky Tower. As you take your ride up to a height of 300 feet, we thought it would be helpful to share some SeaWorld tips that might make your day even more enjoyable. For your own safety, please stay in your seats for the entire ride. And no smoking, please. Shimmo Stadium. Oh ja, Shimmo Stadium. Wat leuk zeg. En wat zit daar dan? Toen kunnen daar. If you're planning to visit Wild Arctic, avoid the crowds by visiting either before or during the Shamu show. Check show times on your park map to plan ahead. Naturally, SeaWorld is known for world-class aquarium collections. Believe it or not, you can find some amazing aquariums in the gift shop of Journey to Atlantis.
circle above you and schools of fish swim around your feet. Zit daar de pinguïn zeker? Daar. Er zijn twee achtbanen. Ja, en een kinderspeeltuin. Kunnen we er op een? Die wil ze afgebaan. Hallo, Tom. De vier. Well, we're just about 300 feet up now, and from here you can see for miles and miles. As the cabin rotates, keep an eye open for the lush tropical oasis right across the street from SeaWorld. That's Discovery Cove, where you can snorkel with rays and exotic fish, relax on a beautiful beach, and even swim alongside dolphins. To the east, also across the street from SeaWorld, you'll see Aquatica, SeaWorld's water park. Look for our signature ride, two awesome enclosed tube slides that send you speeding through a lively lagoon filled with playful Commerson's dolphins. Visit the information counter today to see how you can experience Discovery Cove and Aquatica. As the cabin continues to rotate, you'll get a great view of Turtle Trek. Encounter gentle manatees and sea turtles. Then, go on a sea turtle's epic and amazing journey as you immerse yourself in an astonishing, first-of-its-kind, 3D 360 dome theater experience. Turtle Trek reflects SeaWorld's commitment to celebrate, connect with, and care for the natural world we share. Did you know that SeaWorld has rescued and rehabilitated more than 20,000 animals over the past 50 years? You can learn more by watching our television series, Sea Rescue. Be inspired by the exciting real-life animal rescue stories and gain a better understanding of the rich array of sea life with which we share our planet. Ja, alle dolfijnen die watch in de Sea Rescue this weekend on ABC. Gekocht worden door trainers, die worden niet vermoord. Die zijn er If you look for the icy rocks that tower above SeaWorld, you'll see our epic new attraction, Antarctica, Empire of the Penguin, which transports you to the icy world of the penguin like never before. Experience the mysterious land through the penguin's eyes on a first-of-its-kind family ride. Connect with the colony above and below the water, and be inspired to make a difference. Interaction is a big part of the SeaWorld journey. After an awesome animal encounter, unwind one of Orlando's least known fine dining experiences, Shark's Underwater Grill. For more information about any of the guided tours, educational programs, or restaurant reservations, just stop by the guest information counter near the front of the SeaWorld entrance gates. Dat was van horen. Dat meen je niet. Ja. Het vliegen niet. Er zijn allemaal kerstbomen in het water. We hope that you've enjoyed your ride aboard the SeaWorld Sky Tower. Be sure to check your seats for any belongings and watch your step as you exit the cabin. Don't forget to stop by our photo booth just outside of the cabin. You can purchase your Sky Tower photo there if you'd like. It makes a great keepsake. Daar wordt de Easter Sunrise Service altijd gehouden van de Sea Radio. Baba. Zo, gaan we weer een muur bekijken. Dag muur. Oeh, hallo. Hey, nou een deur. Oh, nog een deur. Oh, je gaat filmen. Ga je even filmen. Waarom staan we stil? Nee. Nee.
over de Antarctica of zo, weet ik veel. Nou, we zijn weer terug. En ik heb bij SeaWorld heb ik... Even kijken of ik dat goed in beeld krijg. Oh, oh. Deze gekocht. Tada! Is dat te zien? Dat is een beetje te zien. Ja. En ik heb de Dolphin Encounter gedaan. Noemen ze dat dan? Ik zou niet weten hoe het op taal moet kijken. Leuk hé. Ja, ik heb veel meer gedaan dan dat alleen. Die kaartjes. En deze heb ik maar meegenomen voor een euro of voor een dollar. Ja, maar ik heb toch verder een van de vingers of zo gedaan. Souvenirtje. En deze heb ik gekocht. Ja. En deze. Het is eigenlijk een enkelbandje, maar mijn voet is te groot. Ik denk dat het een enkelbandje is. Voor kinderen. Dus. Een beetje gek. Maar hij kan ook nog goed dat armbandje. Ja. Die kan ook heel goed. En bij dat hoesje. Bij dat vondje of dingetje. Hoe je het ook wil noemen. Zat een doekie bij in het pakketje. Dus, en dan ga ik even bijkomen met de computer, oh nee, laptop, heet dat ding. En morgen moeten we om 11:30 of zo of 10:30, wat was het, mama? Zoiets, hè? Moeten we hier eruit. En dan moeten we de hele dag nog even doorbrengen. En om 7:00, volgens mij zei mijn vader, moeten we inchecken. En dan komen we de volgende dag, om Nederlandse tijd, om 1:00, 's middags aan. Dus. Nou. Doei doei. Nou, morgenochtend. Uitchecken hier. We hebben zoveel stickers gekregen dat ik de koffer gedecoreerd heb. Voorkant. Achterkant. En dan. Hij moet nog even open. Even kijken of er zit hier iets. Ik moet nou met mijn tanden staan. Ik ga gewoon mijn thee ook er nog in doen. Oh, mijn thee moet er erin. Ik bedoel, dat moet ik nog gebruiken. En hier zitten nog meer stickers. Maar in principe zit alles erin. Ja, en mijn slaapkleding. Poppen waarschijnlijk gewoon hier. Hieronder zit al het vuile goed. Dat trek ik aan. Nou, die jasjes kunnen over het arm mee. En de handbagagekoffer. Ik ga nu... Even naar de wc. Slapen. En morgen gaan we er vandoor. Dan vlog ik alsnog. Tot morgen.